Wouter, ja. Ik hoorde langs de kant alle ballen op haken. Kun je dat verklaren? Ja, dat kan ik wel verklaren. Het zijn de meeste van mijn vrienden zijn dat. En ook heel veel bekenden uit het dorp. En ja, ik had natuurlijk net gescoord. En dan komen de koortjes tevoorschijn natuurlijk. Mooi. Kun je het doelpunt even omschrijven? Ja, wel een vrije trap aan de linkerkant. En die was een beetje links en wel redelijk voorin nog. Dus ik denk, ik ga mooi mee, want we stonden achter nog. En op dat moment gaat de bal over iedereen heen. En volgens mij had iedereen zich op Jeroen Peters gericht, want er gingen drie mannen pad. En toen stond ik erachter helemaal vrij. En toen kon ik hem simpel intikken. Simpel intrekken. Volgens mij was het nog wel iets moeilijker. Ja, het is iets moeilijker dan dat. Ja, hij moest hem natuurlijk wel goed raken. Alleen hij raakte hem deze keer gewoon netjes met de binnenkant van de voet. En hij ging precies langs de keeper op. Dat was precies genoeg. Hartstikke mooi. Gefeliciteerd in ieder geval. Ja, dankjewel. Kevin, neem ons mee naar de laatste minuut van deze wedstrijd. Het was een spannende laatste minuut. Je scoort in de laatste minuut scoor je de gelijkmaker. Nou, denk je, mooi puntje eruit gesleept nog. En Spiro na die goal met de 2-2 nog vol op de aanval. Op een gegeven moment krijgen wij veroveren aan de bal. Dan krijg je Jesse Geurtsen, die krijgt een diepe bal. Ja, die speelde hem perfect af op mij. Ik kon hem net voor mijn broertje kon ik hem onder hem doorschuiven. En dan scoor je de 3-2, pak je 3 punten. Heb je nog iets door je hoofd heen laten gaan op het moment dat je die bal voor je voeten kreeg? Ik was net op tijd, dus ik werd een beetje getorpedeerd door mijn broertje. En wat daarna gebeurde, dat weet ik zelf niet. Ik ben alle hoeken van het veld afgerend. En dat was wel een heel mooi moment. Heb je nog gesproken met je broer na de wedstrijd? Wat was daar de uitkomst van? Ja, ik heb hem nog wel even gesproken. Hij pakte het wel aardig sportief op. Het begon natuurlijk over de gemiste kansen van hemzelf. Ja, ik denk dat hij het wel aardig zuur vindt dat ik juist de winnende goal maak. Maar hoe dan ook, voor de wedstrijd stond al vast, Dekkers gaat winnen vandaag. Ja, dat was wel de bedoeling. Dan is nou de goede Dekkers die het gewonnen heeft. Hartstikke mooi. Dankjewel en gefeliciteerd. Dankjewel.